beetje net als het leven. Het is heel lang zoeken. En dan even vinden. En dan weer zoeken. Het is eigenlijk heel grappig, omdat Brahms was, geloof ik, ongeveer 50 toen hij het schreef. Hij was vrijgezel. En hij heeft als thema bij deze symfonie gebruikt frei, aber froh. Dus eigenlijk vrijgezel, maar gelukkig. Ik heb in mijn achterhoofd naar deze symfonie geluisterd met dat thema, met die zin eigenlijk. En ik heb echt de hele symfonie eigenlijk alleen maar gedacht, kletskoek. Echt onzin. Het is een symfonie doorspekt met melancholie, met zoete herinnering aan iets wat ooit was. Dat hem heel veel geluk en liefde had opgeleverd. En nu niet meer is. Een soort zoeken en dan een soort vinden. En wat ik in deze symfonie heel erg terugvoel is dat de momenten van zoeken veel langer zijn dan de momenten van vinden. Zoals waarschijnlijk wel vaker in het leven. Dus dat idee van frei, aber froh, dat geloof ik niet helemaal.